Goeiedag, dit is het nieuws van 18 november 2020. Allereerst het corona-overzicht. Landelijk is het aantal besmettingen opgelopen met 4628. In de regio is de verdeling als volgt. Bijgaand ziet u de kaart en het overzicht. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. Wassenaar 13, Den Haag 157 besmettingen. Rijswijk 20, Westland 56, Zoetermeer 43, Leidschendam-Voorburg 24, Pijnakker-Noordorp 17, Delft 40 en Midden-Delfland 10. Totaal zijn er 382 mensen positief getest en dat is ruim 100 meer dan gisteren. Het risiconiveau blijft zeer ernstig. En wij blijven u aanmoedigen. Anderhalve meter afstand, blijf binnen, handen wassen en bij klachten laat u zich testen. U belt ervoor het telefoonnummer 0800-1202. Het Hart van Lampionnen voor kankerpatiënten wordt dit jaar in Madurodam gehouden. Op 20 december wordt een Hart van Lampionnen verlicht in Madurodam. Met deze jaarlijkse actie steekt het KWF Kankerbestrijding iedereen die met kanker te maken heeft een hart onder de riem. De Lampionnenactie van KWF vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats. Eerder werden de Afsluitdijk, het middelpunt van Nederland in Lunteren, Paleis Soestdijk en het Olympisch Stadion verlicht. Iedere lampion is voor een dierbare. Wassenaar houdt een webinar over het verkeer. In Wassenaar heeft men de titel bedacht Blik van de Weg. Tijdens de webinar wordt een verrassende andere kijk op het verkeer in Wassenaar gegeven en worden de resultaten besproken van het verkeersonderzoek. De gemeente is dit jaar gestart met een verkeersonderzoek naar ongewenst verkeer in de stad. Door de coronamaatregelen is het onderzoek niet geheel representatief, maar dat betekent niet dat het probleem verdwenen is. Tijdens het webinar gaat een panel met wethouder Klaver in op de laatste ontwikkelingen en wordt een interactieve kaart geïntroduceerd waarop inwoners hun verkeerspunten van zorg aan kunnen geven. Op de Transgender Gedenkdag wordt jaarlijks stilgestaan bij de trans- en genderdiverse personen die dit jaar door geweld om het leven zijn gekomen. Ook Den Haag herdenkt alle slachtoffers van de afgelopen 12 maanden. Dagelijks hebben mensen die niet voldoen aan de gendernorm te maken met uitsluiting en discriminatie. Vrijdag 20 november wordt de regenboogvlag bij het Haagse stadhuis opgehangen en vraagt wethouder Van Alphen aandacht voor transfobie. Tot zover het regio nieuws voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv. Meer uitgebreid nieuws vindt u natuurlijk op regionieuws.tv.